Goeiedag en welkom bij deze webcast van SAP Nederland over innovatie in de maakindustrie. Mijn naam is Annemarie van Kampen en ik heb de mooie taak om vandaag in gesprek te gaan met twee gasten. We gaan het hebben over vernieuwingen in de supply chain. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 3/4 van de supply chain leiders ontwikkelingen en digitalisering erg belangrijk vinden als onderdeel van hun supply chain strategie. Maar dat zij aanlopen tegen een gebrek aan financiering, eigendom van de investering en talent om dat soort digitale initiatieven ook te stimuleren. Dat zorgt dus voor een uitdaging. Ik ga hierover in gesprek met twee gasten die hier dagelijks mee bezig zijn, voorop lopen in Nederland en ook successen boeken. Aan mijn linkerkant zit Wilfried Wekers, Head of Digitalized Operations bij Signify. En aan mijn rechterkant zit Pepijn Timmermans, Vice President Digitalization bij VDL Netcar. Welkom heren. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En om met jou te beginnen, Pepijn, het is een raar jaar geweest. Ik denk voor iedereen, met ups en downs en allerlei wendingen. Hoe is het met jou? Met mij is het heel erg goed. Gezond, familie gezond, helemaal prima. Dus een goed jaar wat dat betreft. Waar heb jij je vooral op gericht de afgelopen maanden? In de verantwoordelijkheid voor de digitalisering vooral met snelheid maken. En in onze tak van sport is dat zelfs in de gegeven deze situatie ook echt mogelijk. Dus we hebben versneld, proberen het maximale eruit te halen. Mooi. En dat is allemaal goed gegaan? Hebben jullie mooie successen geboekt dit jaar? Waar je denkt van ja, dat kwam er voor mij echt uit. Ik kijk heel tevreden nu al terug op het afgelopen jaar. Mooi. Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat we nooit zo'n grote bijdrage hebben kunnen leveren aan de organisatie als dit jaar. En dat was nodig. En dat is zeker nodig. En we zijn zeker nog niet klaar. Nu ben jij verantwoordelijk voor digitalisering binnen VDL Netcar. Hoe is dat verweven in jullie supply chain als geheel? Extreem sterk. Zo sterk dat ik tot voor 1 januari ook verantwoordelijk was voor de hele supply chain en de supply chain engineering. Omdat een automotive bedrijf toch voor een groot deel een logistiek bedrijf is. En dat eigenlijk logistiek ook de grootste afnemer is van onze IT-diensten. Ja. Ja. Dus het heeft echt een grote rol binnen jullie organisatie. Ja. Ja. En versnelling dus vooral was het thema van afgelopen jaar. Op welk vlak is dat vooral gebeurd? Ik heb in 2018 een roadmap ontwikkeld die we proberen te volgen. En dat is een tweesporen beleid. Enerzijds is dat het vernieuwen van onze legacy-omgeving, onze ERP-omgeving, die toch wel echt outdated is. Ja. En aan de andere kant het spoor richting Smart Factory, Industrie 4.0 en echt de innovatieve initiatieven. En vervolgens natuurlijk de uitdaging om te zorgen dat dat nog op elkaar aansluit. En Industrie 4.0, ik weet niet of dat voor iedereen duidelijk is. Kan je dat nog heel even kort toelichten wat dat precies inhoudt? Ja, de vierde industriële revolutie. Het smart maken van onze fabriek. Je ziet dat de IT-wereld en de OT-wereld, de operationele techniek, die gaan steeds verder versmelten. Die uitdaging om te leren uit onze data en feedback loops te creëren, zodat we uiteindelijk weer gaan optimaliseren en betere efficiëntie, betere kwaliteit. Dat heel is mooi spel. Industrie 4.0. Daar valt nog veel in te winnen. In een nutshell. Ga ik naar deze kant. Wilfried, Signify, dat is een naam die misschien niet direct een lampje doet branden bij iedereen. Dus zou je iets meer over de historie kunnen vertellen? Ja, Signify komt van Philips Lighting af. Philips Lighting was tot een paar jaar geleden een onderdeel van het hele Philips concern. En er is toen met besloten om Signify af te splitsen om puur te gaan focussen op de hele lichtindustrie. Dus dat is echt jullie specialiteit? Ja, we doen alleen maar licht. Ja. En wat we net hoorden aan de kant van Pepijn, versnelling was een van de dingen die vooral speelde dit jaar. Is dat iets wat jij herkent? Ja, we waren denk net zoals Pepijn al een tijdje bezig met een roadmap neer te zetten rondom het hele digitalisering van onze, zowel onze fabrieken als onze supply chain. Dus die plannen die hadden we. Wat we eigenlijk gedaan hebben is de plannen verder gedetailleerd en ook iets verbreed, zodat we inderdaad de hele supply chain erop pakken, eigenlijk heel operations als proces. En daarnaast ook gekeken wat zijn de vernieuwende technologieën die beschikbaar zijn. Om met name de processen die we willen hebben en de technologie die nu op dit moment beschikbaar is. Om die in één roadmap als het ware in elkaar te persen. En was er één van die ontwikkelingen waarvan je denkt van oh, daar hebben we op zitten wachten. Of hey, dat is in één keer zoiets moois. Nou ja, kijk, als je puur naar SAP kijkt. Ik denk dat voor ons de grote doorbraak de hele Digital Manufacturing Cloud omgeving was.
Dat is eigenlijk een beetje het hart van waar je digitaliseert. En dat aansluit binnen alle modules die SAP beschikbaar heeft. Dat is tevens ook waar we dus de co-innovation met SAP hebben. Om te zeggen, oké, waar gaan we ons op richten? En dat is eigenlijk naadloos alle supply chain processen, naadloos aansluiten op alle SAP modules. En die co-innovation die loopt nu ruim een jaar. In een design- en een beeldomgeving. Ja. Daarnaast doen we ook natuurlijk de deployment naar de markten en de fabrieken. En daar zijn we denk ik nog wel een jaar mee bezig. Maar daar hebben we wel veel meer energie in gestoken. Ja. Mooi, ja. En als je kijkt naar de supply chain, om daar even op in te zoomen. Wat is jouw rol daar precies in? Mijn rol is eigenlijk om te zorgen dat we geen silo's hebben in de organisatie. Dus niet dat we een kwaliteitsomgeving hebben, een supply chain omgeving, en een marketingomgeving en een procurement omgeving hebben. Maar dat we eigenlijk wat valt onder een chief operation officer, een CRO, ja. Dat we dat allemaal naadloos op elkaar aansluiten. Dat noemen we dan operations, maar we hebben natuurlijk een hele sterke interactie met de markt en een hele sterke interactie met innovation. Dus eigenlijk zorgen we dat van buiten als één omgeving perfect onder de motorkap samenwerkt. En zie je dat ook als de hele keten met de externe delen erbij? Ja, dus is insource manufacturing en outsource manufacturing. Dus van de 54 fabrieken die we hebben zijn er natuurlijk heel veel leveranciers die cruciaal zijn in het aanleveren van. En niet te vergeten de klant, hè, want de klant van tegenwoordig bestelt iets vandaag en wil dat morgen hebben. Dus we moeten daar heel snel en heel flexibel op inspelen. Dus zou je ook kunnen zeggen dat die versnelling, dat is waar je ook vooral op gericht hebt de afgelopen tijd? Of was dat breder? Dus versnelling, verbreding en nieuwe technologie inzetten. Ja. Dus dat is een mooie focus ook dat is een vanuit hele mooie jullie. Focus, ja. Pepijn, om even naar jou terug te gaan en VDL Netcar. Hoe belangrijk is dat supply chain management en ervoor te zorgen dat de kwaliteit op orde is? Dat het goed draait als onderdeel van jullie bedrijfsprocessen? Ja, dat is de essentie. We zitten in de maakindustrie. We hebben natuurlijk een hele hoog eisende, veel eisende klant. Eentje wel geteld, dus de klant is bij ons niet zo complex. De supply chain aan de andere kant wel. Ja, want je zegt de klant is niet zo complex. Is dat zo simpel? Het zijn heel veel eisen en het is natuurlijk een heel groot, ik bedoel de hele business, maar wij doen het voor één klant. Maar uiteindelijk worden wij bijna afgerekend op urenniveau dat wij de auto afleveren. En dat mag natuurlijk, qua kwaliteit moet dat compromisloos zijn. Dus de leverbetrouwbaarheid in de hele supply chain is natuurlijk cruciaal om zo'n order to delivery KPI te kunnen realiseren. Die afgerekend wordt op 95% in time. Dat is natuurlijk de hele challenge. En bij ons zit die vooral aan de toeleverkant waar we met zo'n 1000 leveranciers werken. Die al met al, als wij op volume draaien, zo'n 300 volle vrachtwagens bij ons de fabriek in kruien. Ongelooflijk. Eén onderdeeltje ontbreekt en de fabriek kan stilstaan. Want het is natuurlijk een lijnproces. Dus ieder schakeltje moet kloppen. Dat is de ziel van automotive. Ja. En zou je kunnen zeggen dat die precisie, dat iets is waarin jullie je echt onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven? Of wat maakt het voor jullie uniek? Automotive aan zich is heel uniek, omdat het heel hoog volume is, maar ieder product is uniek. En je ziet natuurlijk vaak toch dat je een artikelnummer, batchprocessen hebt, hoog volume. Of je hebt een uniek product, maar dan is het laag volume en daarin is automotive heel onderscheidend. En ook al vele decennia lang op het supply chain aansturing gebied volledig geïntegreerd met het leveranciersnetwerk. Want dat is de enige manier waarop dat kan functioneren. Binnen ons spel is het natuurlijk de kunst om het slimmer te doen dan onze collega's en competitief te blijven. Daar hebben wij wel, denk ik, vrij unieke supply chain aansturing concepten ook in place. Ja. En kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, wat ons heel bijzonder maakt in de automotive is dat wij de hele supply chain feitelijk zelf plannen en aansturen. Tot en met transportplanning van de transporteurs aan toe. En daarmee kunnen wij die hele supply chain integraal aansturen. En is het niet iets van een point-to-point oplossing naar iedere leverancier toe. Waarbij vele automotive leveranciers alleen maar aan de leverancier communiceren van ik moet op die datum en dat tijdstip het product in huis hebben. En verder leggen ze de verantwoordelijkheid weg. Sturen wij die volledig integraal. En daarmee kunnen wij de logistiek, de inbound, echt heel goed optimaliseren en het maximale eruit halen. Lijkt me een enorme operatie om dat volledig binnen je eigen bedrijf voor elkaar te krijgen. Hoe groot is zo'n afdeling, noem ik het maar even, het hoofdkwartier waarin dat gebeurt? De filosofie is natuurlijk management by exception. Dus de systemen moeten alles doen. En de mensen die in onze organisatie zitten, zijn er alleen maar om de uitzonderingen te handelen. Ja.
En dat betekent even grofweg dat wij, ik denk ongeveer 25 materiaalbestuurders hebben, die die 1000 leveranciers 10.000 artikelnummer onder hun hoede hebben. Ik geloof grofweg 6 transportplanners. Valt nog mee eigenlijk, hè, die aantallen. Ja, ja, ja. Als je kijkt, hè, 1000 leveranciers, zo ontzettend veel onderdelen. Ja. Mooi om te zien. Voor Signify, is dat iets waarvan je denkt, nou, dat herken ik wel, of bij ons loopt het heel anders. Waarin zijn jullie uniek als het aankomt op supply chain? Nou, uniek is natuurlijk dat we producten leveren zoals de klant hem wil binnen de tijd. En dat we dan zeg maar de producten ook beschikbaar hebben op die locatie. Dat is iets anders dan het oude Philips lighting wat we hadden, waarbij je dus massaproductie maakt. Dus laten we je zeggen, heel veel dezelfde producten, een hoog aantal, dan kun je de hele supply chain perfect optimaliseren. En nu is het eigenlijk heel sterk gedreven door wat de klant vraagt. En daar moet je op een andere manier gaan kijken. Dus dingen zoals demand sensing van wanneer gaat een klant wat vragen. Kan ik daar, als ik daar iets van weet, dan kan ik me daar al op voorbereiden. En iedere tijd die je daar wint, die haal je aan het einde van de supply chain en gaat je dat weer helpen. Valt dat te voorspellen, de bewegingen? Ja, dat is heel apart. Dat is toch een stukje wat in de artificial intelligence zit. Mm-hmm. Waar ik in het begin ook wat moeite mee had om dat als echte operatieman te begrijpen. Want ja, dat is een beetje zweverig. Hè? Maar toch zie je dat als je die data allemaal bij elkaar brengt. En of dat nou data is van intern of extern. Of dingen zoals het weer of jarige tijden. Of, ja, daar zitten patronen in. En dat is een vak apart overigens. Mensen die daar heel erg in gericht zijn om in die data mining te stoppen. Maar we zien daar verbluffende resultaten. Dat is meer dan alleen maar de seizoenseffecten en de high en de low seasons. En is dat allemaal nog vrij pril? Of zijn jullie daar al vrij ver in gevorderd? Nou, dat is, kijk, wij zijn absoluut pril. Kijk, als je kijkt naar de andere grote bedrijven, zoals de Amazons, die zijn daar veel en veel verder in. Overigens ook wel tot het beangstigende toe. Mm-hmm. Maar nee, wij zitten pas net dat we de eerste bladzijde van het boek hebben opengeslagen. Ja. Dus voor ons is dat nog een hele lange weg. Maar een avontuur dus, zeg je, om aan te gaan starten. In zekere zin is digitalisering is een avontuur. Want je weet, ik zeg ook altijd in mijn organisatie, je weet niet wat je niet weet. Dus wij ontdekken iedere dag nieuwe dingen. Dus je moet ook vooral niet een hele starre roadmap hebben, want ik wil hier en ik wil dan daar zijn. Dus je moet ook een beetje denken in kwartalen. Van ik ga ieder kwartaal een bepaalde focus neerzetten. Dan ga je de balans opmaken van wat heb ik geleerd, wat zie ik in de markt, wat zie ik binnen SAP. En dan ga je weer naar het volgende kwartaal verder. Dus in die zin mag je het een journey noemen. Het is een digitale journey die je aangaat. Leuk dat je dat zegt. Ja, het sluit wel heel erg aan bij wat wij aan het doen zijn, inderdaad. Hè. Met die bestanden, je hebt een groot verschil tussen je legacy en je ERP-omgeving. Maar als het over dat innovatieve gaat, hè, dan hebben wij ook recent een governance-structuur neergezet in de organisatie. Die dynamiek faciliteert en die de ruimte biedt aan de organisatie om met nieuwe initiatieven te komen. Op een hele toegankelijke, kleinschalige, kortcyclische manier. Ja. Want uiteindelijk moet je heel veel zaken proberen om de goede eruit te kunnen prikken die ook toegevoegde waarde leveren aan de organisatie. Waar je uiteindelijk mee verder wil in een pilot of in een uitrol. En die ruimte, die is er ook. Want dat kan natuurlijk ook spannend zijn om te beginnen aan iets waarvan je nog niet zeker weet wat het gaat opleveren. Ja, maar daarom moet je het klein houden en simpel houden. Dus we hebben het 5x5 principe geadopteerd. Hè? 5 mensen, 5 weken, 5000 euro, 5 initiatieven. Ontschiet me even. Het onthouden ook, ja. En we proberen het vanuit bottom-up te stimuleren. Ja. Maar wel uiteindelijk ergens samen te brengen. Zodat je de impact over de hele organisatie wel kunt inschatten. En de business case goed kunt beoordelen. Nou, wat je ziet is die groep klein houdt. Hè? Dus wij doen het dan per kwartaal. Maar dat maakt even niet uit. Zo'n groep is ook gedreven om in een kwartaal van idee naar resultaat te komen. Dan moet je natuurlijk wel slicen in een kwartaal. Dus je hebt iemand nodig die over de hele end-to-end linie zijn visie vasthoudt. En dan kun je een aantal teams hebben die in een kwartaal aan de slag gaan. En je mag dus ook best fouten maken. Want dat is denk ik natuurlijk ook cultuur die je moet creëren. Je mag fouten maken. Fout betekent niet dat het waardeloos is geweest. En fout weet je in ieder geval dat je die kant niet op moet. Je hebt wat geleerd. Ja. En dan is het bijna zo'n creatief DNA wat je in je organisatie moet hebben. Naast de operationele machine die gewoon 24/7 zonder enige seconde interruptie moet draaien. Dus het zijn bijna twee werelden. Dus zeg maar de olietanker die de weg bepaalt en de speedboot die met idee komt. Maar die twee moeten wel bij elkaar gaan komen. En dan is natuurlijk alleen de vraag, komt naar de olietanker naar de speedboot of gaat de speedboot naar de olietanker? Ze maar bij elkaar komen. Belangrijkste wat is het meestal? Je ziet beide. Je ziet dat de oude wereld ook aan het veranderen is. Ja. En je ziet dat de nieuwe wereld vaak zo eager is dat ze niet in de gaten hebben dat de 24/7 moet werken. Dus ik denk dat beide
of het nou OT en IT en of het nou de speedboat, wat ik denk, dit beide moeten bij elkaar blijven komen. Maar je moet ze wel een tijdje loshalen, want dan gaan ze elkaar beperken als je dat... Ja, want dan is de olietanker waarschijnlijk geneigd om te zeggen, wacht maar even, terwijl de rest vooruit gaat. Ja, en die denken, ja, weet je, dat is allemaal klein geld en ik heb hier over miljoenen business. Ja. En, maar ze hebben niet in de gaten dat die hele kleine business, die gaat wel eens heel groot worden en heel snel worden. Ja. Ja. En wat vraagt dat van medewerkers? Want dat is ook een mindset die bij hen dus moet leven. Blij dat je het vraagt, want dat is het belangrijkste wat er is. Ja. Want die technologie die is uiteindelijk gewoon een gevolg. Ja, je hoort ook wel eens, het kan allemaal, hè? Ja. Technisch is de limit, maar het gaat erom om die innovatieve culturen te borgen in je organisatie. En die wordt ook nog steeds complexer. We haalden net al aan IT, OT. Er waren vroeger echt gescheiden werelden en die worden volledig geïntegreerd. Er komt een wereld bij, BI Analytics, Artificial Intelligence. Dat is gewoon een nieuwe competentie in de organisatie. Heeft wel raakvlakken natuurlijk met IT, maar is toch weer echt een andere league. En die moeten samen gaan spelen. En daaroverheen komt de hele complexiteit van security wat steeds en GDPR. Regulaties, die het eigenlijk weer heel complex en afremmend werken op al die innovatieve initiatieven. Dus je hebt, het kan alleen maar werken als je ook een innovatieve cultuur neerzet en mensen cross-functioneel kunt laten samenwerken. En hoe doe je dat? Want als het silo's blijven, je haalt het net ook al aan, dan gaat het nooit werken. Ja, maar dat is de uitdaging. Als je kijkt naar de mensen die je nodig hebt in zo'n digitaal programma, zijn eigenlijk mensen die heel open-minded zijn, die met iedereen kunnen praten, ook de taal spreken, hè? Want iedereen spreekt, IT spreekt een andere taal dan OT en andersom. Ja. En dat zijn mensen die over de grenzen heen durven denken. We noemen dat binnen ons bedrijf wel zo digital skills. En dan zeg ik, wat is digital skill? Nou, digital skill is eigenlijk dat je heel veel dingen moet kunnen doen. Dus dat je eigenlijk een end-to-end moet zijn. Maar je moet heel veel dingen diep kunnen gaan. En dat is een skillset die is uniek. En die is helaas niet erg ruim voorhanden. Dat is, dat gaat een van onze uitdagingen op dit moment worden. Stel dat we zouden verdubbelen als organisatie, dan beginnen daar de pijnpunten te ontstaan. Het vraagt ook steeds meer van de skills op de shopfloor. Ja. Dus waar een mechanical maintenance persoon vroeger zeg maar de mechaniek van een machine onderhield, werden dat in de loop der tijd natuurlijk PLC-programmeurs die besturingstechnologie deden. Maar het worden nu meer ook IT'ers die uiteindelijk die data uit die PLC's en die robots in programma's moeten vertalen, zodat het naar data lake kan, zodat de analytics mannen mee aan de slag kunnen, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk komen de analytics mensen met slimme algoritmes, die zij uiteindelijk weer moeten toepassen op hun shopfloor. Ja. Als nieuwe bron informatie, Maar het is wel heel leuk als je de mensen echt op de fabriekvloer die gewend zijn met iPads en iPhones te werken en dan voorheen op het werk met van die oude groene schermen werkte. Als je ze nu de technologie geeft, dan geeft dat een boost. Want die mannen zijn natuurlijk gewend en vrouwen om met die technologie om te gaan. Dus als je eenmaal in de vibe zit van ik kan verbeteren, ik kan leren, dan zijn ze zo eager om die informatie uit je handen te trekken. En dan heb je net de cultuur gecreëerd van klein snel verbeteringen aanbrengen, maar wel borgen in een soort backbone-omgeving. Ja. Maar de frontend die moet je heel flexibel houden. Nou, mooi dat het inderdaad ook heel motiverend kan zijn. Nou, ik denk dat dit van de eerste keer is dat je echt ziet dat je een project doet die alle lagen haalt. Hè? Want zo'n CIO die krijgt andere dashboards. Maar dit is voor de eerste keer dat je echt de mensen op de shopfloor gaat raken. Ja. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Die mannen die kunnen heel veel meters maken. Die willen ook best, maar die willen de business houden. Hè? Die weten wat de consequentie is van achterlopen. Ja, en uiteraard, maar als je werk uitgebreid wordt. En die weten natuurlijk uiteindelijk welke potenties ze zien in hun fabriek om te verbeteren. Ja. En die krijgen ook een stem als je die innovatieve cultuur neerzet. En je laat het van onderop ontstaan. Dan zijn ze er onderdeel van. Ja, we hebben het hier eigenlijk al een beetje over. Hè. En dat beeld dat leeft denk ik ook wel. Dat wat als IT-systeem gezien werd vroeger, dat steeds meer een communicatiesysteem wordt. Hè. De uitwisseling van informatie. Ja. Hebben jullie grote aanpassingen moeten doen in jullie landschap of de systemen die jullie hebben moeten draaien? Ja, kijk, we hebben natuurlijk de situatie, wat jij ook zei, oude systemen, nieuwe systemen, dure systemen, moeilijke systemen. Dus je moet wel kiezen van waar ga ik investeren, waar niet. Maar we investeren heel veel in mobiele systemen. We merken dat zeg maar, dat vaste plek waar je zit, dat gaat weg. Dus en dat zijn allerlei nieuwe technologieën beschikbaar. Dus dat is één heel belangrijke. En de andere is inderdaad cloudoplossingen. Dus van echt heel zware on-prem toch veel meer naar cloud, omdat we ook flexibel willen zijn, fabriek aan- en uitzetten, producten van A naar B brengen heel snel. Dus om die flexibiliteit qua operator en de flexibiliteit van waar de fabriek staat, om die goed aan te sluiten, dat is eigenlijk de grootste investering geweest. En dat lijkt vaak heel klein, maar zo'n cloudomgeving op een hele verantwoorde manier 24/7 in te richten, daar moet je met SAP heel goed aan het programma gaan werken van
Als ik er eenmaal mee begin en het werkt voor één fabriek, wat is dan de consequentie als ik er 54 aansluit, als ik aan alle drie de tijdzones zit? Want er zitten geen windows meer in dat je aan een systeem kunt werken. En ja, dan zit dus een stukje security, wat je ook aangaf, maar ook een stukje beschikbaarheid. 24/7 is dan een keiharde eis als je in deze wereld zit. Dus jullie zijn echt volop aan het inzetten op cloud. Een bewuste keuze. Was dat lastig om die stap te maken? Ook om dat besluit te nemen van we gaan het doen? Nee, dat is niet lastig. Maar het is wel zo dat als je dezelfde vraag 4 jaar geleden gesteld zou hebben, dan zouden we waarschijnlijk gezegd hebben no way. Mm-hmm. En als je eenmaal in die ontwikkelcyclus gaat van innoveren, dan is... Als je dan op een gegeven moment kijk je terug en dan denk je, wacht even, we hebben nu een hele nieuwe weg ingeslagen zonder dat je dat echt bewust gedaan hebt. Dus het is eigenlijk meer een evolutie die je doet om die richting op te gaan. Maar het zijn wel significante stappen die je neemt daarin. Ja. Is dat een gebied wat jullie ook aan het verkennen zijn? Cloud? Ja, zeker. Speelt dat minder? Absoluut. Het speelt minder, omdat wij natuurlijk een bedrijf zijn wat gewoon op één site zit. En het gaat bij ons alleen om die ene fabriek die moet draaien. Dus de complexiteit, zeg maar, multifactory of multicontinenten, dat speelt dat niet. Dat voordeel is een beetje weg. Maar dus ook daar zijn we redelijk traditioneel nog georiënteerd. Maar je ziet ook dat in die BI analytics wereld bijvoorbeeld, daar is het onvermijdelijk. Dus die stappen worden wel degelijk genomen. Maar met een minder grote noodzaak, denk ik, dan bij Wilfried. Kijk, dus de single source of truth kan in één fabriek liggen. Ja. Of de single source of truth ligt in een cloud. Dat is het principe is gelijk. Ja. En je noemde net al even, hè, de silo's worden afgebroken. Voor ons is dat een noodzaak. Ja. Klopt het dat je dan inderdaad de dingen volledig anders gaat organiseren binnen je organisatie? Ja. Je noemde die noodzaak. Wat was de echte driver daarachter voor jullie? Nou, voor ons is het gewoon omdat binnen operations, wat je ook aangaf, alles is afhankelijk van elkaar. Hè? Dus de zwakste schakel bepaalt de performance van de ketting. En als je dat niet doet, dan gaat dus iedereen op zijn eigen stuk werken. Dus bijvoorbeeld, als ik een hele mooie front-end ga bouwen, customer focused, dat is prachtig, maar ik zal nog wel de producten moeten hebben om te leveren. Dus ook daar moet je opletten. Ik kan een klant wel beloven dat ik de dag daarna het spul heb, maar als de fabriek nog niet eens weet dat hij het moet maken, ga je het de dag daarna nooit krijgen. Dus als je dat eenmaal, dat principe hebt begrepen en je gaat dan end-to-end kijken hoe zo'n flow gaat lopen, dan ga je anders denken. Want dan weet je dus dat mijn output is input voor de volgende. Ja. En ik weet dat ik moet kijken naar van degene wie ik de informatie krijg. Dus als je dat allemaal samen gaat doen, dan gaat in één keer die trein die gaat lopen. Maar als iedereen zegt van ja, weet ik niet, doe ik niet, kan ik niet. Ja, dan ga je dus serieel verbeteren. En serieel verbeteren betekent dus dat duurt dus tot de laatste... Ja. ketting dat gedaan heeft, ga je horizontaal verbeteren, dan ga je dus al meteen je benefits krijgen. Maar dat is een andere mindset die je moet, dat is ook een andere governance by the way, die je dan in je organisatie nodig hebt. Want dan krijg je een governance rondom een end-to-end proces en niet meer een governance rondom... Verantwoordelijkheid per stukje. Ja. Precies. Ja. Hebben jullie die deuren ook zien opengaan binnen jullie eigen organisatie? Dit is automotive kan niet functioneren als je dit niet integraal aanpakt. En dat is natuurlijk van oudsher, wat ik zei, 20 jaar is dat al een volledig geïntegreerde ketting. Hè? Letterlijk, pearl chain concept noem je het in de automotive, een parelketting. Waarbij orders op dagbatches gepland worden al een aantal dagen voordat ze de fabriek ingaan. En daar wordt de hele supply chain op aangestuurd. En die ketting die mag nooit verbroken worden, want dan mist er iets. Dus dat zie je ook terug in het IT-landschap, wat eigenlijk in essentie maar 3 applicaties zijn bij ons. En dat is een manufacturing execution laag, dat is de core automotive laag, waarin de configuratie van de auto's zit, waarin de sales orders komen, dat wordt afgebroken naar materiaalbehoeftes en orderaansturingen. En daarbovenop hebben wij SAP als een supporting laag voor de HR-processen, finance-processen, plant maintenance-processen. Dus we hebben dat geïntegreerde, dat zie je ook één op één terug in ons IT-landschap. Wat eigenlijk super simpel is. In de zin van, dat is geen warboel aan applicaties. Ja, precies. Ja. Dan hoor je ook wel eens dat alles in een steeds groter systeem, of in jullie geval in 3 systemen, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Moet je niet alles los van elkaar trekken. Dus elke functionaliteit of elke service die je hebt, apart zetten. Dat geldt voor jullie niet dus, begrijp ik. Nou, daar raak je een goed punt. Je hebt natuurlijk hier en daar een beetje monolithen gecreëerd. Ja. Vanuit hoe 20 jaar geleden een architectuur werd neergezet. Dus de integratie over alle processen heen is gewoon een vereiste in de automotive. Alleen hoe we dat vervolgens vertaald hebben in IT-applicaties, dat zou je nu anders doen. Ja. Dus je zou meer modulair gaan ontwikkelen om voor de beheersbaarheid. Dat is dus misschien iets voor de toekomst om te kijken. Dus in de vernieuwingsslag die we nu op de roadmap hebben staan, zal de architectuur er straks anders uitzien. Ja, absoluut.
Wat zijn de prioriteiten voor 2021 die nu al op je lijst staan? Nou ja, bij ons is het echt het afbouwen van het ontwerp. En dat samen met SAP bouwen, zoals je zegt, dat is iets wat we al hebben staan. En met name 21 de grote deployments. Dus echt het uitrollen. Ja. Dan krijgen we er een andere dimensie bij, dus ook wat een andere afdeling gaat doen. En dan krijg je een beetje de proof of the pudding of de template die we ontwikkeld hebben, of je die dan ook kunt gaan kopiëren. En wanneer gaat dat ongeveer gebeuren in volgend jaar? Dat gaat gebeuren 14 december. Oké, okay, dus dat weet je al heel precies. Ja. Spannend. Ja, dus ja. Hopen dat allemaal goed gaat. Dan de eerste zaken live. Ja. Dus, hartstikke goed. En voor jullie? Grootste plannen. We willen komend jaar onze SAP-omgeving vervangen en naar S/4HANA gaan. Mm-hmm. We onderzoeken de core automotive module op dit moment. We hopen dat we daarmee een stuk van onze core toch kunnen standaardiseren. Ja. Hoe meer we in de system of records kwijt kunnen en standaard kunnen, hoe meer we de innovatiepower op de nieuwe ontwikkelingen en industrie 4.0 kunnen focussen. We hebben een aardige uitdaging voor volgend jaar. En hoe kies je die prioriteiten als hoofd van zo'n afdeling? Nou, vooral operationeel ook. Er zijn natuurlijk zaken die gewoon strategisch noodzakelijk zijn. Los daarvan moet je volgens mij focussen op waar de beste business case ligt. Ja. Wat brengt het snelste met de minste investering, de meeste rendement? En dat geldt dus het financiële aspect is dan nog steeds leidend. Ja. Ja. En de rol van innovatie daarin, bepaalt dat soms ook een keus? Dat je zegt, nou, we gaan toch die weg in. Ook al is het misschien niet financieel. Dat noemen we dan strategisch. Hè? Dus er zijn beslissingen die je maakt op een boogniveau om die richting op te gaan. Dus dat is strategisch. Maar net bij jou, daarnaast is het gewoon customer focused. En daarna de business case. Belangrijkste dingen om rekening mee te houden. Ja, en wat mogelijk is. Hè? Je kunt wel iets onmogelijks gaan beginnen. Het heeft ook te maken met wat kan wel en wat kan niet. Dus dat zijn een beetje de balansen die af. En hoe speelt het competitieve landschap daarin een rol? Die afwegingen die je maakt voor je roadmap, je plannen. Is dat belangrijk? Of gaan jullie vooral de eigen koers? Ja, we hebben als Lighting Climate voordat we de nummer 1 zijn. Dus we hebben, en dat willen we blijven. Luxe, ja. Dat is luxe en gevaar, hè, want het kan niet beter, maar het kan wel slechter. Mm-hmm. Nee, maar je wil wel voorop blijven lopen. Dus wij moeten wel innoveren, we moeten wel beter blijven. Nogmaals, voor ons is daar ook natuurlijk het hele stukje data de input voor. Van wat is er aan de wereld aan het veranderen? Ja. Waar is de vraag naar? En dat is aan het veranderen op dit moment. Dus waar we nu nog gewoon praten over het licht als zijnde, het licht wat je kunt zien, hebben we het ook over andere lichtconcepten. Dus dat is waar de innovatie ook wel een deels drijft van wat voor technologie heb je nodig. Ja, begrijpelijk. Ja. En voor jullie, voorop lopen belangrijk? Ja, voor ons is het... De automotive markt is natuurlijk totaal disruptief op dit moment. Mm-hmm. Ik noem iets in de automotive en het staat op z'n kop op dit moment. Dus voor ons is het kunst om inzicht te krijgen in waar het zich naartoe beweegt. Mm. En wie onze volgende klant gaat zijn. Of onze volgende klanten gaan zijn, liefst. Mm. Mooi. Ja. Daar moeten we het ook bij laten voor nu. Er valt ontzettend veel meer over te vertellen. Wie weet komt er ook een vervolg. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor dit mooie gesprek. En voor u ook namens SAP Nederland. Bedankt voor het kijken naar deze webcast. En we hopen natuurlijk graag terug te zien een volgende keer. Tot ziens.